Excuse me, do you speak English? Yeah, yeah, because, okay, no problem. Voor de koop. Ik zou op zoek uit naar Engelse Engelstalige mensen om een antwoord te geven op een aantal levensvragen. Ik weet niet hoe je tegenover de Bijbel staat, meneer? Dat treft ik. Ik zit namelijk in een theologieopleiding. Wat heeft u daar zo over te vertellen? Zou u eens een keer uw mening willen vragen over de tekst? Een mening heb ik altijd, zeg maar. Het is eigenlijk vrij basic, hè, maar het is een tekst die al vaak gehoord hebt. Het is het begin van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nu, ik weet niet hoe je daar tegenover staat. Ja, als theoloog. De Bijbel is een uniek boek, ja, dat vinden we allemaal. Maar ja, we moeten dat een beetje interpreteren naar de tijd waarin we leven. Hè. Maar ik heb al wel een paar gesprekken met jullie gehad, maar ja, jullie komen toch steeds, hè, omdat iemand de Bijbel is geïnspireerd, ja, want er is een God, dat is wel waar, maar van de harmonieuze, na onderzoek, moeten we toch vaststellen dat dat niet altijd zo is. U vindt waarschijnlijk van wel, ik neem ik aan. Ja, wel, het is opmerkelijk, want wanneer we zo met mensen spreken, dan zien we echt dat verschillende mensen elk al met dat idee zitten, maar ik weet niet, kun je zo'n tegenstrijdigheid? Ja, ja, absoluut. Ik heb namelijk een papiertje bij. Ik heb hem altijd op zak, als ik ga slapen. Het is er wel wat rumoer buiten. Ik kom ook dicht bij de luchthaven. Staan we toch nog. En telkens als ik zo'n tegenstrijdigheid vind, dan schrijf ik dat daarop. Toevallig, dat komt net van tafel, heb ik... Het waren blokjes. Misschien mag ik u eens vragen om die twee teksten op te zoeken. 2 Samuel 24, vers 13. Ik ben theoloog, ik mag dat. 2. Nooit dus mening te respecteren. Is die net interessant worden?